Het Strands Hospitaal is vandaag begonnen met het vaccineren van haar frontliners. Dayashankar Mathura, algemeen directeur van het Strands Hospitaal, is blij dat het personeel wordt gevaccineerd, omdat zorgmedewerkers een hoog risico lopen. Hij is trots op de frontliners van het hospitaal, die zich in de afgelopen periode sterk hebben ingezet om COVID-patiënten te helpen. In het Strands Hospitaal hebben we de zorg hoog ontwikkeld. We moesten op den duur hier de intensive care functie ontwikkelen. We hebben de nierdialyse functie ook binnengehaald. En gelukkig lopen de cijfers terug. En we hopen dat met de vaccinatie dit blijvend zal zijn en een negatieve trend zich zal voortzetten totdat het tot dusdanige proporties beheersbaar is gemaakt. Dat er geen vrees meer is in de samenleving en we stapsgewijs terug kunnen gaan naar normalisatie van ons leven. COVID zal er altijd blijven, maar met de beschermingsmaatregelen, met de aangepaste leefnormen, zullen we altijd er bovenop kunnen staan. Minister Umar Ramadien van Volksgezondheid haalt aan dat als we ons alleen maar focussen op vaccineren, we de strijd zullen verliezen. Hij zegt dat de COVID-19 maatregelen nog altijd in acht moeten worden genomen. Omdat wat we zien wereldwijd nu is dat de mens ervan uitgaat, verondersteld dat met het vaccineren ik ook wat misschien onvoorzichtiger kan zijn, wat risico's kan nemen. En juist daar knelt het. Dus de kans dat als een land gaat vaccineren nu, dat cases gaan stijgen, gewoon vanwege een beetje onderschatten en veronderstellen dat vaccineren de enige bescherming is heel groot, dat je dan weer een stijging krijgt in cases. En ik mag zeggen dat de eerste 6 weken van vaccineren, na de eerste 6 weken bleek dat het aantal gevallen wereldwijd aan het dalen was, maar gisteren is er weer een lichte stijging te zien in 4 regio's van de wereld. En dat kan komen door varianten, of het kan komen dat er nog niet genoeg mensen zijn gevaccineerd, maar ook komt het, zeggen ze, doordat de protective measures ook niet goed worden nageleefd meer. Minister Umar Ramadien van Volksgezondheid vandaag bij de start van de vaccinatie van frontliners van het Strands Hospitaal.